Jan van Dam uit Emmelo, uit de polder. Ik moet toch even eruit op bevrijdingsdag, dus... Helemaal ja. Fijn. Ja, even weer eens even in Den Helder kijken. Een hele goedemiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zondag 5 mei. Ja, de vijfde van de vijfde. Ja, 2024. We leven om 13:58. Ja, twee keer heeft de natuur mij geroepen dat ik naar de wc kon hollen. En ook krijgen we zo meteen bezoek. Maar ik ga toch wel met de meisjes eerst uit. En wie er op bezoek komt, dat is voor jullie nog een vraag en voor mij al lekker een weet. En dat zien jullie straks wel als diegene hier ook is. Ja. Ik hang het kaartje op. Oh nee, ik geef gewoon even diegene even een appie. Van, ik ben aan het lopen. Als je me mist, je zit je spullen maar onder de picknicktafel en je komt me maar tegemoet lopen. Ja, dat doet diegene wel hoor. Ja, komt helemaal goed. Maar oké, lieve vrienden, het is vandaag ook tevens bevrijdingsdag, dus een heleboel vieren op feest. Nou ja, ik vind het geen feest waard, deze bevrijdingsdag niet, omdat wij nu zelf ook in een soortement van een oorlog zitten, maar dan een geestelijke oorlog. Maar er gaan ook heel veel mensen eraan onderdoor, die plegen zelfmoord. Ze gaan door de vaccinaties, komen ze te overlijden, noem maar op. Die krijgt door de vaccinatie kanker, die krijgt door de vaccinatie dit en die krijgt door de vaccinatie dat. Dat noem ik spastisch, hoe het echt heet weet ik niet, maar dat hun eigen spieren, hun eigen leven gaan leiden, dat ze dat niet meer tegen kunnen houden, dat die armen en benen gek gaan doen, dat ze in een rolstoel terechtkomen. En maar dat kopje nog kopie is, weet je, maar ze kennen niks meer, ja. Terwijl ze een goede beroep hadden, bij wijze van. Maar ja, het is allemaal bizar wat dat er gaat. Neem geen vaccinaties, geen ene enkele vaccinatie die daar mee te maken heeft. Ze zijn ook weer bezig om iets nieuws te fabriceren. Nou, ik zou geen vaccinaties wat dat er gaat meer nemen. Kijk, ik heb een vaccinatie gehad vanwege dat plekje, maar dat is een verdoving. En dat was zo'n heel, ja, zo'n klein beetje. Daar ga ik 1, 2, 3 niet dood aan. Nee. En ik had last van het plekje. En ja, er zit nog wel een plekje. Ja, maar dat is een korstje. Nou, dat moet. Als het goed genees is, gaat dat wel zelf hopelijk weg. Maar dat kan, denk ik. Dat kan weer gekamd worden. Ja, en dat kon niet. Dus ja, helemaal goed. Ik heb het trouwens nog moeten koud, maar het ligt aan mezelf. Ja. Ligt helemaal aan mezelf. Ik ga mijn loopapp ervoor halen. En daar staat 13 graden. Daar staat 14 graden. Bemoei je er niet mee. Ja. Hier staat nog 12 graden, maar die is nog niet ververst. 13 graden en het voelt als 12. Dus ja, ik vind het nog steeds... koud, de wind staat in het verkeerde hoek, dus ik doe gewoon lekker mijn winterjasje aan. Ja, helemaal top. Ik vind het niet fijn. Loop heb, zei ik, dus dat gaan we weer doen. Die aan. Zo. Dus ja, lieve vrienden, geniet in ieder geval van het prachtige weer. Geniet van jouw vrijheidsdag, jouw vrije zondag als je niet hoeft te werken. Geniet gewoon van alles. En geniet gewoon ook een beetje weer met ons mee. En jullie zien straks zelf wel wie er bij mij op bezoek komt. Nou nog even een verrassing. Ja. Dus ik zou zeggen, tot later. Nou ja, die twee zijn een beetje wous. Waarom weet ik niet, maar ze zijn een beetje wous. Ja. En dan ligt er eentje op mijn schoot.
Ja, en die twee willen zo meteen naar buiten en dat gebeurt ook wel. Maar ja, ik had verteld dat ik bezoek zou krijgen. Ja, en dat was een verrassing van wie? Nou ja, die nam in ieder geval lekkere chocolade-eitjes mee. Dat lust ik wel. En een bakje koffie heb ik. En er staat hier nog een bakje koffie met een lepeltje. Met een speciaal lepeltje. Ja, dus als jou erachter zit, nou onze enige echte. Ja. Jan van Dam uit Emmelo, uit de polder. Ik moet toch even eruit op bevrijdingsdag, dus... Helemaal fijn. Ja, ook even weer eens even in Den Helder kijken, dus... Ja, moet kunnen. Jazeker. Gezellig, ja. Gezellig, ja. Ja, Elwin. Gezellig, ja. Dus ja, we zijn weer blij dat hij er weer is. Ja. Dat wij gaan van de koffie genieten en we zitten over dingen te praten waar jullie lekker geen ene malle aan is aangaat. Tenminste, jullie weten al een heleboel wel, want ik hou mijn mond niet dicht. Nee, ik zeg gewoon de waarheid waar het op staat over iedereen en Jan en alle man. Ja. Ja. Klopt. Ook dat Jan flapoortjes heeft. Maar dat weet hij. Ik heb niet grote oort, ik mee gaan zeilen. Maar in ieder geval, zo is dat. In ieder geval, we gaan weer eventjes lekker verder babbelen, want er komen ook dingen in voor wat jullie inderdaad niks aan gaat, wat jullie ook niet weten. En jullie weten ook een hoop wel, maar die dingetjes die jullie niks aan gaat, hoeven jullie gewoon niet te weten. Nee toch? Nee. Klopt. Nee. Ik had trouwens wel hele mooie bloemetjes, 1000 schoon op tafel. Oh, ja, ik gisteren gekocht, 1,99. Nou, niet duur. Nee, valt mee. Nou, ik had 3 borsten gekocht en 2 moet ik terugkrijgen. Ik gelijk weer teruggekregen. Dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje. Geniet een beetje mee. Ben je van alles wat we doen en laten. Juist. Met het mooie weer. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, we zijn nou in mijn achtertuintje, laat maar zeggen. De Oude Rijkswerf, Cape Holland, het heeft verschillende namen hier. Ik zeg altijd mijn achtertuintje, zoals jullie weten. En ook hier is een gedenkplaat. Rijkswerf Willemsoord heet het ook nog eens een keer. Ja, dus we zijn nou... Wel lekker trouwens, je ruikt de geur van die losse bloemen. Enkel jammer, je kan niet vlees wat op die linten staat, hè? Nee, dat is even... Ja, dat onder... Dat is gemeente Den Helder. Oh, oké. Gemeente Den Helder, dat is... Ja, daar staat er ook wat op, maar... En daar staat ook de natuur, nee, namens de NBSOV. Ja, weet ik ook niet. Marine van Rioning, basis. Dat is, wacht even, Ja, vertel het me, Jan. Marine, iets van de marine. Ah, oké. Wacht, hij heeft er zo... Kijken. Ja, directie, maar... Nou, is van de hier net zo. Ja. Kan niet anders hier om de bacterios. Directie. Bacterios. Nou, oké. Of zo, bacteriële. Oh, nee, wacht. Directie, bacteriële. Huppeldoppel. Ja, dit is... NBSO. Ja. Laten we eens even kijken wat het betekent voor je Google. Dat is toch een beetje doen hoor. Ja.
Maar er staat niks bij, hè. Dat is voor de mensen die er ook bij waren, gewoon publiek. Dus ja, dat dus, lieve vrienden, dat wou ik jullie even toch ook laten zien. Dus vandaar dat ik ook even hier naartoe wou. En ik weet nog wel een plekje, dat is ook dicht bij mij, maar of ik dat allemaal belopen kan, want ik wil ook Jan wegbrengen. Ik moet de honden nog doen. Dus ja, dat dus. Toch, Jan? Ja. Of niet? Ja, we gaan lopen. Kijk, lopen kan ik zelf ook wel, hoor. Dus, Maar in ieder geval. Gisteravond is hier. Ja. Vlakbij jou. Ja. Nou ja, dit was al eerder dan gisteravond. Gisteravond begonnen daar ook, we waren er ook op twee punten. Oh. Ja, want we liepen er langs, langs één punt. Ja. Dat vertel ik je straks wel, dat mogen hun weer niet weten. Maar ja, dit heb ik jullie nog laten zien. Voor hen die gevallen zijn, voor onze voorouders. Niet voor mij, maar voor onze voorouders hier. Dus ja, dat dus. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet van alles, want het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de hemel is blauw met hier en daar een streep wat er niet in hoort. En hier en daar een wolkje wat er wel in hoort. Ja, dat dus. Jan die staat ergens aan te kijken waarnaar, weet ik niet. Maar het zal. Kunst en kitchen. Kunst en kitchen, ik ja. Dat televisie ook wel voor mij komt. Kunst en kitchen. Ja. En dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Dat was leuk gezegd. Mama, meerkoetje en jonkies. Mama en papa die zijn aanwezig. Ja. Mama die is geloof ik onder. Komt ja, ze weer? Even wie of dat zijn de groters dus, die twee groters. Maar allemaal jonkies. Vijf jonkies. Ja. Hup, die is ook weer aan het halen. Ondergedoken. Hup. Ja. Kijk, zijn er vijf? Kijk, dit is vader denk ik, of moeder. Ja, vader of moeder, even van die ja, twee. Ja, even twee, dus Lieve. Ja, leuk. Ja, dit is de jonkies, moet kijken. En dan worden ze zo lief gevoerd door papa en mama. Ja, ik vind het heel mooi. En wat ze te eten krijgen, Joost mag het weten. Ja, dat van dat wier of zo. Kijk, hup. Is zo lief. Ja, mooi. Hup, komt mama weer of papa? Oh, daar zit ook nog één dan. Ja, die loopt de trappetje op. Twee stuk, zo eerst kanten. Een stuk of zeven dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, geweldig. Zo lief, hè? Ja, trek van die zes van die. Ja. Lief, hè? Zo geweldig. Nou, lieve vrienden, we gaan weer verder. Ik zou zeggen, tot straks maar weer.
Theodor. Oh, wat heb jij daar? Oei, 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 is dat lekker. Ja, hè? Oeh, er is eindelijk een hoesje en er zit ook nog wat in, hè? Oei, 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 oei. Ja, er zit geloof ik schapenvet in, hè? Schapenvacht, ja hoor. Maar die heeft er ook een. Ja. Maar die laat hem zo wat niet zien, want die zit met de rug naar ons toe. Ja, maar ze heeft er ook een hoor. Ja, maar lekkere meis. Oei, 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 oei. Genieten. Ja, dat gaan wij ook doen met een bakje koffie. Dus ja, dat dus. We zijn weer thuis. We hebben leuke dingen gezien. Ja. Maar dat hebben jullie ook gezien, of niet dan? Ja, hebben we allemaal gezien. Dus ja. Ik ga achter de koffie aan. Doen we goed. Lekker bakje koffie. Ja, dus tot later. Nou, lieve vrienden, dit vind ik zo zielig. Het is maar een meeuw, hoor ik in mijn gedachten jullie of een ander al zeggen. Het is maar een meeuw. Maar het is wel een beschermde diersoort. Ik heb zelf ook wel een hekel aan meeuwen. Maar ik vind dit toch wel zielig. Ze hoeven niet dood. En deze is aangereden, want het bloedt ook. En als je een meeuw aanrijdt, dan kan je eigenlijk een boete verwachten. Vooral als je gesnapt wordt dat de politie dat die het ziet. Je mag ze niet aanrijden. En ik vind dit zo bizar. Ja, zijn vleugel is kapot. En dat beestje kan nooit meer vliegen. Dus dat beestje gaat dood. Je kan er niet tegen, is het nog zo. Wees alert, lieve vrienden. Alles wat leeft. Wees alert op beschermde diersoorten. Zoals deze meeuw. Ja, maar dat wordt niet gedaan. Want jullie denken gewoon, niet alleen jullie, maar bijna iedereen. Iedereen denkt van, ach, het is maar een meeuw, dus doorjakkeren maar. En dat vind ik erg. Ja. Wees alert op elk dier. Wat voor dier dan ook. Ook al heb je een hekel aan het soort dier. Het blijft wel een levend wezen, wat God op de wereld heeft gezet. Dus ja, wees gewoon alert. Zie je diertjes over de weg heen lopen, rij langzaam of stop en help de dieren verder over te steken. Maar nee, rij maar door. Rij maar door, rij maar door. Nou, ik vind het bizar dat dat gedaan wordt. Nou gaat dit beestje met veel pijn en verdriet dood. En wie heeft dat op zijn geweten? Degene die dat beestje heeft aangereden. Wie dat was, ik weet het helaas niet. Maar anders, dan had hij voor mij geweest. Ja. Dus, denk na, zou ik zo zeggen. Lieverd, ik zou zeggen. In de hemel heb je het beter dan hier. Ja. Ik hoop dat je snel heen mag gaan. En wat zeggen mijn meisjes? Gaan we zo naar bedje toe? Nee, want vrouwtje is ook weer moe. Ja, vrouwtje is ook weer moe. Televisie is al uit. Ik moet de computer staat nog even aan. En dan gaan we straks sluiten. Hé? Jullie mogen nog eventjes naar buiten, de tuin nog in. En dan gaan we lekker naar boven toe. Ja. Hé, dametjes. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd, zeg maar. Is dat niet goed? Kom op. Zo. Ja, het is weer de hoogste tijd, want het is alweer veel te laat dat ik naar boven toe ga. Ja. Het is 2:15. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, komt wel goed. Morgen staat Willy weer op de stoep. Ja, althans op de stoep. Die kan binnenkomen, ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Ik hoop dat jullie allemaal vandaag een prachtige dag hebben gehad. En met mooi weer. Wij hadden hier mooi weer. Wat doe jij raar? Oh, oké, ik zie het al. Dus ja, Google heeft die deed raar.
Maar dat was eventjes opnieuw laden of weet ik veel, even verversen. Zo om 2 uur gaat hij dat doen, omdat hij even donker en dan huppata. Maar in ieder geval, slaap lekker, jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik altijd, ja jullie weten het wel, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!